Mijn naam is Paula, jullie kennen me misschien van Boeien. En ik ben vanavond live, zoals jullie kunnen zien, bij de opening van de tentoonstelling Paul van Loon, de andere werkelijkheid. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan, want het is echt volle bak hier beneden. Zoals je kan zien. En om 7 uur gaat het beginnen. Dan barst de feeststemming, de griezelstemming, barst dan los. Er lopen hier griezels rond. Mensen zijn verkleed. Daar komt Dracula al aangelopen. Een hele, hele, hele gezellige boel. En ik zie ook dat er iemand meekijkt. Helemaal leuk. En ja, ik ben dus jullie host voor vanavond. En ik ga jullie alle ins en outs laten zien. Jullie meenemen op zaal zo meteen ook. Dus heel erg leuk dat jullie kijken. Dit is voor mij de eerste keer dat ik aan het livestreamen ben. Dus ik, ik ben lekker aan het kletsen. Ik vind het misschien ook nog wel een beetje spannend. Maar welkom in het Limburgs Museum bij de opening van Paul van Loon, de andere werkelijkheid. Ik wens jullie alvast heel erg veel plezier. En ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ga jullie zo nu en dan gewoon lekker laten kijken. Af en toe met jullie kletsen. Als jullie vragen hebben voor iemand hier over de tentoonstelling, laat me ze ook vooral weten in de comments. Ik kan live meekijken met jullie. Dus en welkom. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er wordt een heksendans gedaan. Helemaal leuk! Spontaan. Ja. Is dit live? Dit is live, jazeker. Ja, ik zei al dat het een griezelig avond ging worden. Heel erg leuk. Je kunt dat ook doen live. Facebook live. Jongens, het is bijna 7 uur, dus ik ga alvast naar beneden, zodat ik goed jullie alles kan laten zien. Het is echt een drukte van je welste. Sorry! Leuk dat jullie al met zoveel kijken. Voor de mensen die niet hierbij kunnen zijn, jammer genoeg. Zo kunnen jullie toch even spieken en kijken hoe dat eraan toe gaat, zo'n tentoonstelling, zo'n opening. Oh, nog meer griezels. Oh, ik had even geen verbinding. Ik ga hier even een goed plekje zoeken. Ik denk... Hier wordt al een tikkertje gespeeld. Nou jongens, dit lijkt me wel een goed plekje. Ik ga jullie nu vooral lekker laten genieten. Ik ga mijn scherm omdraaien. En enjoy!
Ergens neer kunnen zetten. Nogmaals, eerste keer. En hier zie je pas echt goed hoe druk dat het is. Boven op de balustrade. Overal staan mensen. En daar op het podium gaat het zo meteen gebeuren. Daar komt Paul van Loon zo meteen. Maar ik ga jullie even offline gooien en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Dames en heren, woe, dan begint het al. Maar goed dat ik dat niet gedaan heb. Binnenleven van Pieren. Ja, iets dichterbij. Kan nog als alle kinderen naar voren komen. Dat is misschien het beste, hè? We hebben hier veel plaats, kun je het beste zien. Want we hebben straks hier, ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, een wereldberoemde kinderboekschrijver. Je mag hier zitten. Het gaat nog even hier, een paar minuten. Alle kinderen naar voren. Jullie kunnen goed zien. Ja. Neem even tijd. Ik zie prachtig gespierde mensen. Ik zie verklede mensen. Wie heeft allemaal een zonnebril bij zich? Zet hem op. Zet een zonnebril nu op. Laat hem op. Oké, we zijn er klaar voor. Dames en heren, kunt u allemaal goed zien? Als ik nog een stapje naar voren. Wist u dat het belangrijke gebeurtenis is? Op deze buur. Geel. En mag ik nu even doodse stilte? Facebook. In het museum. Ja. Want dit is een belangrijk historisch moment. U bent namelijk in het Lindens Museum in Venlo. Dat had u zichzelf al georganiseerd. En een museum, dat is eigenlijk iets waar je normaal gesproken vooral oude dingen ziet hangen. Of oude dingen ziet staan van mensen van vroeger. Of hele mooie dingen. Dat kan ook. Maar die hele mooie dingen zijn dan meestal gemaakt door mensen die lang dood zijn. En het komt eigenlijk nooit voor, bijna nooit, dat er hele mooie dingen te zien zijn van mensen die nog leven. Van kunstenaars die nog leven. En al helemaal nooit van kunstenaars die geen schilderijen of geen standbeelden maken. Het komt eigenlijk helemaal nooit voor dat er in een museum dingen zijn te zien van een levende schrijver. Renske, daar zijn nu zo goed. Dus je moet wel een hele goede schrijver zijn. Een hele goede schrijver en een hele bekende schrijver. Wil je in een museum en dan ook nog eens, dames en heren, in het Limburgs Museum in Venlo een tentoonstelling krijgen terwijl je nog leeft? Weet er iemand wat een tentoonstelling is? Wat is een tentoonstelling?
Zeg het maar, ik hoor het wel. Niemand? Ja? Dat is waar je over één onderwerp allemaal dingen laat zien. Dat is heel goed, dat is precies wat een tentoonstelling is. En dan is het mooie van deze tentoonstelling dat het niet één onderwerp laat zien, maar wel vier onderwerpen. En misschien wel vijf onderwerpen die allemaal te maken hebben met die wereldberoemde kinderboekenschrijver. Die niet alleen vandaag hier is, maar die ook de reden is dat jullie allemaal hier zijn. En ik stel voor dat telkens als wij zijn naam noemen, dat er dan in ieder geval een luid gejuich losbarst. De kinderboekenschrijver is, jongens en meisjes, Paul van Loon. Ik heb begrepen dat Paul van Loon onderweg is. Elk moment hier kan aankomen. Ik heb ook begrepen dat zijn griezelbus hier in de buurt is. En dat we die straks met z'n allen kunnen gaan aanraken. Dat pas straks. Eerst wil ik jullie kort iets meer vertellen over waar jullie zijn. En daarom de allerbelangrijkste man die in dit gebouw rondloopt. Eigenlijk de baas van dit gebouw, de directeur van het Limburgs Museum, geef hem een warm applaus, dames en heren, Jos Kattenbeek. Jos, mocht dat in een museum een nog levende kinderboekenschrijver? En zo ja, waarom? Ja, dat hoort wel, als je daar een plantje van maakt. In het museum hebben we heel veel spulletjes. Dat zijn allemaal spulletjes van een bepaalde stof. Van steen, van hout, van papier, van een schilderij. En dat noemen we dan, dat is materie, dat is een moeilijke woord. Maar allemaal die spulletjes in het museum hebben ook iets te maken met verhalen die erachter zitten. En wat we ook willen laten zien, is dat mensen al altijd verhalen met elkaar gedeeld hebben. Vroeger, toen de mensen nog jagen doen voor de kost en 's avonds rond een kampvuur zaten, vertelden ze al verhaaltjes aan elkaar. En in latere tijden, toen ze op kastelen woonden, vertelden ze verhaaltjes aan elkaar. En in nog latere tijden, toen ze thuis in de keuken zaten, vertaalden ze verhaaltjes naar elkaar. Doen mensen de hele dag alleen maar verhalen vertellen? Mensen doen heel vaak verhalen vertellen. En verhalen vertellen is belangrijk. Doorgeven van vroeger door middel van verhalen. En wat dan bijzonder is, is dat die verhalen, die kun je bijna niet zien. Dat kun je niet vastpakken. En toch zijn verhalen belangrijk. En we kunnen dan wel met jullie verhaaltjes gaan vertellen over vroeger, over sagen en legenden, een soort van sprookjes uit het verleden, heel vaak griezelig. Bijvoorbeeld, ik zag hier een aantal mensen uit Kessel, en die weten waarschijnlijk niet dat het een verhaal gaat dat vroeger in Kessel een vurige hand uit de Maas kwam en dan mensen vastpakte die stout waren geweest. Dat zegt jullie allemaal niks, Kessel. Nee, dat zegt jullie allemaal niks. Maar wat jullie wel interessant vinden, en vooral de jongens en meisjes hier, en misschien ook een aantal papa's en mama's van de jongens en meisjes hier, is dat we nu andere verhalen met elkaar delen. En verhalen delen die door Paul van Loon bedacht zijn. En waarom is dat belangrijk? Dan ga je goed nadenken, dan word je creatief, je verzint zelf ook verhaaltjes. We hebben hier in het museum bijvoorbeeld vorig jaar meegewerkt aan een wedstrijd, waar jij ook hebt meegedaan, en mijn jongste dochter ook. Dat 21 mensen verhaaltjes vertelden die door kinderen waren aangereikt. En dan leer je creatief mentaal te zijn. En dat is belangrijk. Want als je goed kunt praten, goed kunt nadenken over dat soort zaken, kun je in onze samenleving ook veel bereiken. Want het is belangrijk dat je mentaal leert om te gaan. Dus eigenlijk zorgt Paul van Loon ervoor, door de boeken die hij schrijft en die zij lezen of voorgelezen krijgen, dat zij slimmer worden en creatiever. Juist, dat is inderdaad het geval. Wie heeft er sinds de grote vakantie allemaal al een boek gelezen of is daar nog mee bezig? Heel veel vingers. Oké. Okay. Dat zijn zeg maar alle kinderen, hè? Nou een gewetensvraag. Draai jullie even op. Wie van de grote mensen heeft er sinds de vakantie al een echt boek gelezen? Dat bedoel ik met verhalen, hè? Literatuur, zeg maar. Hè? Dus niet een kookboek. Oké, okay, dus het is belangrijk dat je dat niet verleert als je later wat ouder wordt. En nog één applaus voor de directeur van het Limburgs Museum, jongens en meisjes. We gaan een klein quizje doen. Kunnen alle kinderen vooraan even gaan staan? Oké? Okay. We hebben twee opties. Je kunt naar de maan wijzen. Dolfje Weerwolf, dan steek je allebei je hand omhoog. Doe even. Ja. Of je kunt naar de sloot wijzen waar meester Kikker in rondhubbelt. En dan wijs je naar beneden. Oké? Okay. Dus het ene antwoord is de maan. Het andere antwoord is meester Kikker. Okay. In hoeveel landen
lezen kinderen boeken van Paul van Loon. Want die is over de hele wereld bekend. Handen omhoog als je denkt 24 landen. Handen omlaag als je denkt 84 landen. Oké? Okay? Allebei je handen omhoog, ja, anders telt het niet. En allebei je handen, anders telt het niet. Ja. 24, 84. Oké, okay, iedereen die zijn handen omlaag heeft gedaan, mag even gaan zitten. Even zitten als je je handen omlaag hebt gedaan. Ja, zitten. Die hadden het fout, die mogen bij de volgende vraag niet meer meedoen. Iedereen die nu zijn handen omhoog heeft gedaan, zit in de volgende ronde. Jullie mogen dadelijk meedoen aan de volgende quizvraag. Nu moeten jullie weer gaan zitten. Ja, precies. Een applausje voor de papa's en mama's voor de mensen die de vraag goed hadden beantwoord. Super spannend. Dit museum is een museum voor en van de Limburgers. Daar betalen jullie ook voor, zonder dat je het misschien zelf weet. Maar indirect betalen jullie er zeker aan mee. Dus het is mooi dat jullie hier zijn. En de man die namens de provincie ook over dit museum gaat, maar ook over lezen, en dat is heel belangrijk, dat is de gedeputeerde Hans Teunissen. En die is ook hier. Meneer Teunissen, mag ik u naar voren vragen onder luid applaus van alle kinderen en papegaaien. Kunnen jullie ook wat zien? Ja! Nou, naar voren kijken is niks, hè? Dus eigenlijk is meneer Chatelier de baas van hier. Nou, meneer Teunissen is weer de baas van meneer Chatelier. Zowel en ik ben weer de baas van deze buurt, dus eigenlijk ben ik de allergrootste baas die er vandaag is. Meneer Teunissen, heeft u vroeger ook boeken gelezen toen u zeg maar een jongen van een jaar of 8, 9, 10 was? Jazeker, maar uiteraard heb ik boeken gelezen. Ik las voornamelijk stripboeken van Billy Turf. Maar ik las ook gewone boeken en dat was van Dick Tromp bijvoorbeeld. Dus het zegt de kinderen waarschijnlijk niks meer, de ouders misschien wat meer, maar dat soort boeken heb ik gelezen. Ja, boeken vol kattenkwaad. Ja, precies. Boeken van heel veel kattenkwaad. En als je nou moet nadenken over uw leven en uw leven in de politiek, wat heeft u dan gehad aan het feit dat u vroeger boekjes heeft gelezen? Nou, het belangrijkste is dat ik door veel te lezen een grote woordenschat kreeg en heel veel fantasie. Want veel wat ik las, speelde ik na. En fantasie is toch het mooiste wat er is volgens mij. De geest prikkelen als het ware. Zelf nadenken over hoe zou ik dat doen of hoe zou ik dat beleven. Ja, daar heb ik nou eigenlijk de hele dag nog heel veel profijt van. Dus van lezen word je slimmer, je wordt er creatief van. Maar je krijgt er ook een rijke fantasie door. En dat heb je niet alleen nodig als je schrijver of schilder wordt. Want dat heb je zelfs nodig als je gedeputeerde van de provincie Limburg komt. Heel veel fantasie. Heel veel fantasie. En heeft u vandaag de nacht nog tijd om te lezen? Of schiet dat er een beetje bij? Nee, ik lees nog vrij veel, ja. Met name in de vakantie. En dan lees ik vooral boeken over sporters. Dat vind ik wel heel mooi. Sport, u bent in de familie van die beroemde wielrenner nog, die Teunissen, dat hebben we ook boeken over geschreven. Die kun je kopen, maar je kunt ze ook gaan lenen in de BIEB. Daar gaat u ook over, hè, van de provincie. Maar eigenlijk allemaal die BIEBs, die stuurt u ook. Waarom zijn bibliotheken belangrijk? Dat is de plek waar mensen boeken kunnen vinden zonder ze zelf aan te schaffen om te kopen. Dus dat is een heel laagdrempelige voorziening, dan kun je alle boeken halen. Kun je je kinderen ook een middag dumpen als je papa of mama of opa noemt, dan kun je zelf de stad in en haal je ze weer op en komen ze er slimmer en creatiever uit. Ja, precies. Toen ik vroeger met mijn kinderen naar de bibliotheek ging, toen moesten we vooral daar heel stil zijn. Dat weet ik nog. Dat iedereen daar in de leeszaal zat te lezen en kwamen ze om de havenklap zeggen. Want tegenwoordig in de bibliotheek, ja, dan kun je wat spelen en dan kun je van alles leuke dingen doen. Dus het is eigenlijk een nog interessantere plek geworden dan dat vroeger was. Is deze tentoonstelling ook bedoeld om al deze jongeren, als ze nog niet lezen, aan het lezen te krijgen? Een extra zetje om de rug om eens een boek te pakken. Denkt u dat dat werkt met een tentoonstelling? Met een tentoonstelling, maar ook met bibliotheek op school, met zo'n griezelbus. Allerlei zaken om te zorgen dat kinderen met boeken in aanraking komen, dat ze lezen, dat vooral ook ze voorgelezen wordt door de ouders. Dus ik vind ook dat de ouders daar een hele belangrijke rol in hebben. En dat is gewoon heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Zorgen dat er boeken in de buurt zijn van de kinderen. Welke ouder leest niet meer voor? Wie is daarmee gestopt? Wie leest niet meer voor? U leest niet meer, waarom leest u niet meer voor? Ja, omdat ze gewoon, zij vinden het dan nog steeds leuk dat ze voorgelezen worden. Ik ga u straks vragen om een stukje voor te lezen uit het nieuwe boek van Paul van Loon. Kunnen we daar allemaal van meegenieten. Dames en heren, een applaus voor de baas, een van de bazen van de provincie, Hans Teunissen.
We gaan verder met onze quiz. Iedereen in de tweede ronde mag er even gaan staan. Dus als je het net fout had, moet je blijven zitten. Alle anderen mogen gaan staan. Dolfje Weerwolfje. Dolfje Weerwolfje heeft een buurvrouw. Je moet het niet zeggen, want dan weet je buurman of je buurvrouw. Dolfje Weerwolfje heeft een buurvrouw. Wat heeft die buurvrouw? Heeft die buurvrouw, dan moet je een hand omhoog doen, een hele oude schildpad? Hele oude schildpad? Of heeft die, handen omlaag, kippen? Ik zie heel veel handen omlaag. Als je nou wil winnen, moet je je handen omhoog doen. Ja, twee hè? Twee handen omhoog. Oké, iedereen met de handen omhoog moet gaan zitten, want dat was helaas fout. Wat jammer. Jammer. Alle anderen mogen blijven staan. Ik doe nog een quizvraag. Hoe heet de chauffeur van de griezelbus? Is dat handen omhoog? P. Onnoval? Of is dat handen omlaag? Meneer Beentjes. P. Onnoval? Of meneer Beentjes? Alle mensen die dachten P. Onnoval, handen omhoog, zitten. Zitten. Helaas, uitgeschakeld. Helaas zitten. We zijn nog met een paar mensen over. Hoeveel boeken heeft die beroemde kinderboekenschrijver Paul van Loon al verkocht? Hoeveel kinderen lezen zijn boeken? Heeft hij meer dan 100.000 boeken verkocht? Handen omhoog. Of heeft hij meer dan 1 miljoen boeken verkocht? Handen omlaag. Oké, is wel heel veel, hè? 100.000, handen omhoog, die mogen allemaal gaan zitten. Paul van Loon is zo goed dat over de hele wereld in 24 landen 1 miljoen boeken zijn verkocht van Paul van Loon. De laatste vraag. Waar heeft Fuchsia de mini-heks op leren vliegen? Niks zeggen. Was dat handen omhoog een frisbee of handen omlaag een tandenborstel? Iedereen, jij bent echt een hele mooie Dolfje Weerwolfje, maar iedereen die de handen omlaag doet, mag gaan zitten. Die is klaar. Die mag gaan uitrusten. Ja, alle mensen die nu nog staan, die alle vragen goed hadden, die mogen even hier komen staan en die krijgen een applaus van alle mama's en papa's en alle kinderen. Ja. En jullie hoofdprijs is, ik zal het maar vast verklappen, dat jullie zo meteen een high five mogen geven aan de man die daar van de trap afkomt, die richting jullie komt gelopen, die de reden is dat jullie allemaal hier zijn. Want hij is hier, dames en heren, de beroemdste kinderboekenschrijver van het Limburgs Museum en de rest van de wereld, Paul van Loon! En hier gaat Paul. Paul, hier nog een Dolfje Weerwolfje. Meneer van Loon. Hier, die. Ja. En hier is de punt voor uw vrouw. Dames en heren, hadden we al voor hem geklapt. Paul van Loon. Meneer van Loon, heeft u zich eerder een soort Justin Bieber gevoeld, een popster, zoals u zich vanavond in het Limburgs Museum in Venlo voelt? Ik heb mij nog nooit Justin Bieber gevoeld en nu ook niet. Maar het voelt wel lekker, denk ik. Ik vind het altijd gezellig met zoveel kinderen, dus ik voel het prima. Want u bent gisteren, dat verklap ik al, u bent gisteren al in de zalen geweest die eigenlijk zijn omgetoverd in de andere werkelijkheid. Want zo heet de tentoonstelling, Paul van Loon, de andere werkelijkheid. We hebben eigenlijk proberen na te bouwen wat zich er in uw hoofd allemaal afspeelt. Wat voelt u van wat u daar allemaal gezien heeft? Mag ik me vasthouden? Ik kan allemaal gaan. Nou, ik kwam binnen en ik wist niet wat ik zag. Nou is het wel zo dat ik wel wist wat ik zag, want er waren allemaal spullen die ze uit mijn werkkamer gehaald hebben, onder andere. Maar dat was allemaal zo mooi uitgestald, geïnstalleerd in vitrines. En daarna zijn alle dingen die in mijn boeken gebeuren tot leven gebracht.
echt op een ongelofelijke manier. Gewoon, je hebt een boek en dan vertel je het verhaal in en dat lees je en dan is het dat. Maar alles wat je maar kunt bedenken is daar te zien. En dingen uit films, dingen uit de boeken zelf, uit musicals, wat dan ook. En eigenlijk mag ik al iets zeggen over de makers en zo, want ik wil meteen maar een heleboel mensen bedanken dat dat zoiets moois gemaakt wordt. Want uit het Limburgs Museum uiteraard, die dat allemaal tot stand heeft gebracht. Al die illustratoren die tekeningen hebben gemaakt voor mijn boeken. Want al heel veel van die tekeningen die hier hangen in het echt, zijn er echt heel veel. En speciaal wil ik bedanken Theo. Wie is nou Theo? Theo is een mannetje, die heet Theo Braams, en die heeft die hele tentoonstelling zelf gemaakt. En hij had helemaal aan zijn hoofd hoe die tentoonstelling moest worden eigenlijk. En ja, Theo staat daar. Theo komt uit Rotterdam, ik hou van Theo, echt waar. Ik zou met hem willen trouwen als ik al niet getrouwd was. Want hij heeft mijn boekenwereld helemaal tot leven gebracht, dus dat heeft hij geweldig gedaan. En ook moet ik de illustratoren noemen, want al mijn boeken staan heel veel mooie tekeningen. Bijvoorbeeld de tekeningen van Fuchsia, de mini-heks, die worden gemaakt door iemand, een mevrouw, en die heet Saskia. Saskia Halfmouw. Ze staat hier ook ergens. Applausje voor Saskia. En heel veel van die... Straks kom je in de wereld van Fuchsia terecht, dan zul je die tekeningen ook zien. En dan weet, als jullie daar langs lopen, weet je allemaal, oh, dat heeft Saskia gemaakt. Ik heb tekeningen voor die gemaakt zijn door iemand die er niet is, dat is Hugo van Loek. En die maakt alle tekeningen van mijn Dolfje Weerwolfje boeken al 20 jaar lang. Maar Hugo die zit nu in Italië, dus jullie kunnen wel heel hard roepen, hoera voor Hugo! Ja. Misschien hoort hij dat nou in Italië, misschien ook niet. Dan hebben we de Griezelbus en daar zijn een aantal verschillende tekenaars voor geweest. De Griezelbus is een boek wat ik voor het eerst schreef in 1991. Kun je nagaan, toen waren jullie er allemaal nog niet. Volgens mij liepen er toen nog dinosaurus op de wereld. Maar ik was er al wel. En ik had dat boek geschreven. En die mevrouw die heette Camilla Fialkowski. Een hele goede naam voor iemand die griezelboeken tekent. Camilla is er ook niet. Maar jullie mogen misschien ook even roepen, hoera voor Camilla. Hoera voor Camilla! Daarna is de Griezelbus nu, zoals hij er nu is, hier helemaal nieuw. Met prachtige nieuwe kaften. Die kast is gemaakt door een mevrouw die heet Ien van Laan, maar Ien kon niet komen. Toch roepen wij even met z'n allen. Hoera voor Ien. En dan staan binnen in de Griezelbus staan ook hele mooie nieuwe tekeningen en zijn gemaakt door Karen Lippens. En volgens mij is er stiekem wel, maar we roepen dan toch maar even nog heel hard hoera voor Karen. Hoera Karen! Zo, dat moest ik even gezegd hebben. Heb ik nog iedereen bedankt? Nou, ik wil mijn uitgever bedanken dat... al die boeken dat ik hier heb kunnen maken, dat mogelijk is geweest. En die ik het meest moet bedanken. Ja, sorry Theo, ik hou echt van jou, zoals ik al zei, maar ik hou het meest van mijn vrouw, Hadija, en mijn dochter en haar vriend Louise. Want wij maken samen alle dingen die we doen, we zijn samen zo'n bedrijf. En zonder hun had ik het allemaal nooit kunnen doen. Dus applaus voor al die mensen. Zo, dan mag jij weer. Nou ja, ik kreeg net een appje, dat maakt me wel zorgen, want de griezelbus was onderweg hierheen, maar ik kreeg net een appje dat er een probleem is, dat het niet zeker is of de griezelbus hier ook daadwerkelijk nog naartoe komt. Het zou wel een beetje een dompel zijn op de avond. Ik weet de oplossing. Theo, regel jij dat even? Kom voor elkaar. Ik hoop dat het goed komt, ik weet niet zeker of het lukt, maar anders hebben we nog steeds de tentoonstelling waar we naartoe komen. Paul, tot slot, al deze kinderen hier, die lezen al, want die waren hier anders niet geweest, dus die hoeven we eigenlijk niet te overtuigen. Maar misschien voor alle papa's en mama's die net niet de vinger opstoken, waarom is het eigenlijk staken, waarom is het toch belangrijk om te lezen? Wat is er nou, wat heb je nou aan een boek? Wat heb je aan een boek? Jee, waar zal ik beginnen? Een boek, als ik het uit moet leggen, een boek is eigenlijk een deur. Net zoals je dat een deur openmaakt, maak je een boek open. En dan kom je in allerlei hele bijzondere werelden terecht, die je nooit gekend zou hebben als je niet zou kunnen lezen. Een boek zet de deur open naar je fantasie. Een boek laat jou zien dat er andere werelden bestaan. Een boek laat jou voelen hoe andere mensen voelen. En terwijl je al die dingen bekijkt, leer je ondertussen ook nog steeds beter lezen. En maak je straks een hele goede CITO-toets, omdat je ze goed kunt lezen. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Maar bovendien word je wordt gratis slimmer. Slimmer en slimmer, want je leest een boek en het kost bijna niks. En toch weet je steeds meer. Dus je kan, en een boek is alles.
Ben ik zo duidelijk? Zeker. Oké. Okay. En we gaan dadelijk door de deur naar de andere werkelijkheid. Jullie mogen naar de wereld van Paul van Loon, van Fuchsia, van Meester Kikker, van Dolfje Weerwolfje, van de Griezelbus. En het mooie is, het is geen tentoonstelling zoals je normaal een museum hebt, dat je niks mag aanraken. Nee, er zijn allemaal spelletjes die te maken hebben met schrijven, met lezen en met Paul van Loon. Dat doen we zo meteen. We moeten nog even dat nieuwe boek van jou aankaarten. Want je hebt weer een nieuw boek. En dat is een heel bijzonder boek. Want dat is niet een boek dat je helemaal zelf verzonnen hebt, Paul, als je eerlijk bent. Altijd eerlijk. Zo eerlijk dat ik achter een boek geschreven heb. Ik heb een nieuw boek van Dolfje Weerwolfje, het 18e deel. En dat boek heet Griezelwielen. In dat boek speelt een rolstoel een rol. Hoe komt dat nou? Nou, een aantal jaar geleden, toen trad ik op met mijn kinderboekenband. Die heet Paul van Loon en andere snuiters. En wij traden op in een theater. En na de voorstelling kwam een meisje naar mij toe. En zij had een soort rollator, rolstoelachtig iets. En ze zei, zegt Paul van Loon, zijn er eigenlijk ook weerwolven in rolstoelen? En ik zei, dat weet ik niet. Dit is dus een aantal jaar geleden. En vorig jaar had ik ineens een idee voor een nieuw Dolfjeboek. En toen dacht ik, daar gaat een rolstoel een rol in spelen. En die rol van die rolstoel, wat een moeilijk woord. Die rol van die rolstoel werd steeds groter in dat boek. En het is een griezelboek van Dolfje met een rolstoel erin. Aan het einde van het boek heb ik geschreven, ik schrijf altijd een nawoord, heb ik geschreven hoe dit boek tot stand gekomen is, of het idee. Ik heb geschreven dat het meisje er was, dat zij van zijn ook weerwolven in rolstoelen, dat ik het niet wist. En anders had ik misschien dit boek nooit geschreven. Ik zeg ook, in dat nawoord, ik weet niet hoe dat meisje heet, ik weet niet wie ze is. Ik hoop wel dat ze dit boek misschien leest, en dat ze dan misschien denkt, ja, dat was ik toen. Nou is het grappig, vorige week kwam dat boek uit. En mijn boeken kun je, als je wil, met een handtekening bestellen via mijn website. En er kwamen dus al de hele maand kwamen er al brieven binnen met bestellingen. Ik ging dus vorige week woensdag naar de winkel die mijn boeken verstuurt. En ik pak daar een stapel met bestellingen. En ik kijk op één bestelling, daar staat, beste Paul van Loon, herinner jij je nog dat meisje, Romy, dat is mijn dochter, die jou een aantal jaar geleden gevraagd heeft of er ook weerwolven en rolstoelen bestonden. En ze wilden dat boek bestellen. En ze wisten niet dat het boek over rolstoel ging, want dat wist niemand, want het boek was nog niet uit. En het meisje heet Romy. Dus ik heb achterin dat boek geschreven aan Romy, voor Romy handtekening. En ja, zeker weet ik het nog, dat het bestond. Toen dachten we, omdat we dit boek vandaag hier ook gaan presenteren, zou het niet heel leuk zijn als Romy daar ook bij is. Dus we hebben de moeder van Romy benaderd. En Romy vond het leuk om erbij te zijn. Dus misschien wil Romy even hier naartoe komen. Applaus voor Rob. Ja. Kijk, Romy. Oké, voor Romy wat vragen. Wij komen naar beneden, wij komen hier staan. We komen ook hier zitten. Ja, dat kan ook. We hebben sterke mannen die allemaal heel veel boeken hebben gelezen vroeger. 1, 2, 3, dames en heren, Romy! Romy, had je nou ooit gedacht dat Paul ook echt daadwerkelijk een boek daarover zou gaan schrijven? Nou, eigenlijk niet. Nee. Maar had je het wel gehoopt? Ja, dat wel. En heb je nou het boek al gelezen? Ja, maar ik heb het nog niet helemaal uit. En denk je, kom je er ook echt in voor? Gaat het ook echt over jou? Nee, dat niet. Maar ik vind het wel heel leuk dat het er wel in staat. Ja. En het is natuurlijk het laatste boek dat nog ontbreekt op de tentoonstelling, Paul. Ja, dus eigenlijk leek het ons leuk om hier het boek te overhandigen aan het museum. En als laatste object dat in de tentoonstelling komt. We hebben het boek hier ergens liggen, hoop ik. Hans gaat niet kijken. Nou, dat is hem en het is nog het goede ook. Zo, ik ga het eerst even laten zien aan andere mensen. Vind je dat goed? Ja. Dan mag jij straks aan het museum geven. Zullen we dat zo doen? Oké, kijk eens hier. Vind je het leuk? Leesbevordering, hè? Dus, Nou, is het eigenlijk mooi als de gedeputeerde het nu officieel overhandigt aan het Limburgs Museum? Want het moet dadelijk in de zaal, dus dat kunnen we Jos niet. Maar, ho. Nee, nou, ik grijp even in, want ik vind, omdat Romy dit allemaal bewerkstelligd heeft, dat Romy het aan het museum mag geven. Vindt u dat goed? Ja. Oké. Okay. Nou, meisje, ik kan jou naar het museum brengen, zo. Oké, nou is het boek officieel in de Limburgs Museum. Goed gedaan, meisje. Oké, dankjewel.
Dan, zo. Dan moet jij het eigenlijk teruggeven aan Paul, zodat Paul en Romy het dan zo meteen opzouden. Zo, hartstikke bedankt. En dan is het laatste dan officieel geopend. Ja, is het laatste boek. Wat nog niet op de tentoonstelling is. En Romy en Paul vormen in dit boek als het ware een eenheid. Het idee is bij haar opgekomen. En Paul heeft het uitgewerkt, net zoals vorig jaar. Hier ook in zo'n boek is gepresenteerd in Venlo, met alle ideeën. En dat geef ik nu aan jou weer terug, dat jij samen met Paul het dadelijk in de tentoonstelling kunt leggen. En hebben jullie samen die tentoonstelling geopend. Oké. Okay. Dankjewel, even lachen voor de foto. Ik begrijp net uit een appje dat de griezelbus toch onderweg is. Bijna hier is, bijna aangeraakt mag worden. En maar dat we wel nog even de tijd hebben om te kijken naar het prachtige filmpje dat al gemaakt is van die griezelbus. En dat filmpje is midden in de nacht gemaakt. Zouden de mensen die daaraan hebben meegemaakt, dat zijn Farhoed, Daan en Pieke, naar voren kunnen komen? Want dat zijn wereldberoemde acteurs. En als u ze dan een applaus geeft, dan komen zij naar boven en dan komen wij mogen naar beneden. Kom naar boven, Farhoed, Daan. En is Pieke er ook? Ja, dat is Pieke. Want jullie zijn met die echte griezelbus, dus de echte griezelbus compleet met alles erop en eraan, s'nachts naar een bos geweest. Hoe laat was dat? Rond 12 uur of zo. Ja, het was wel leuk, maar wel koud. Koud was het. En ook een beetje eng, want het is natuurlijk wel een bos vol. Ja, weerwolven denk ik dan. Wat was het engste wat je hebt meegemaakt die nacht? Oh, wacht, er is nog iemand. Ja, kom er even bij. Ja, wat was het engste wat je hebt meegemaakt? Ga je mee? Een griezelbus. Een griezelbus, natuurlijk. Volgens mij was het engste dat er geen wc was. Hè? Dus als je moest poepen of plassen, wat moest je dan doen? In de bosjes. Oké, dus we kijken niet naar de bosjes, maar we gaan wel kijken naar het resultaat van dat filmpje dat jullie gemaakt hebben. Die acteurs die we in beeld zien. Dat zijn jullie. Ik ga nu de film starten. Moet jullie hier komen kijken, want anders zie je jezelf niet. Kijk, en daar op het stoeltje. Maar mag even op jouw hoofd. Kijken. Ja, en jouw hoofd is niet zo goed. Jouw hoofd? Ja. Dan komt ie. Even aanstellen. 3. 2. 1,5. 1. Ik pak toch de tafel, sorry. Ja. Dat komt. Oh, je bent nog slecht op de tafel. Ja. Als de duisternis valt, gebeuren er in dit bos de meest geheimzinnige dingen. Stap in en ga mee naar de andere werkelijkheid. Paul van Loon, nu in het Limburgs Museum. Ja, dat is mijn voorstel. We lopen nu allemaal naar buiten. We lopen allemaal naar de ingang en we gaan op de trap wachten in de hoop dat de griezelbus, net als de stoomboot, zo meteen om de hoek komt. Nou jongens, paniek hier. Dus we gaan maar eens kijken. Nou, dat livestream is nog niet zo makkelijk. Vooral dat je er dan halverwege achter komt dat je gewoon wel je camera kan draaien. Dus excuses voor het eerste, misschien iets wat rommelige stukje. Oh.
allemaal goed gaat hier? Ik ben benieuwd. Nou, we gaan het zien. We gaan naar buiten. Oké. Okay. Nou, volgens mij regent het. Oei, 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 oei. Nee jongens, dit is wel echt, als ik het even mag zeggen, echt griezelweer. Echt, echt griezelweer is het. Maar hier staan we droog. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon een hoed op, dus... Hè? Oh. Oeh. Oh nee, dat is een Veolia-bus. Of een Arriva-bus. Nou, dat is natuurlijk niet zo spannend. We gaan het zien. We gaan het zien. Zo, jullie zijn droog onder mijn hoed. Kijk of ik die flits uit kan zetten. Fijn. Nou jongens. We staan wel in de regen hier. Oh, ik heb hier... Zit hier goed? Maar ik ben wel benieuwd, want het regent best wel. Daar staan allemaal griezels op een rijtje. Maar ik ga toch nog iets wat meer droog staan. Het regent best wel. Ik zat er wel net in de drup. Ik zie nog niks. Tigo. Mama. Ja, jongens. Ik zie nog niks. Ook weer een Arriva-busje. Maar nog geen griezelbus. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er staan heel veel mensen. En die willen natuurlijk allemaal even de griezelbus zien. Maar dat gaat natuurlijk niet als hij ergens vaststaat. Nou, dat zal toch wel goed komen. Laten we het hopen dat we niet voor niks zitten. Ik zie ook al rook. En even. Nou, we gaan nu eens naar voren lopen. We zijn niet gemaakt van suiker, jongens. We gaan het zien. Al kom in gezellig stoel. Super gezellig onder de parasols. Kijk, oh daar kunnen we staan. Helemaal goed. Nou, met de neus vooraan. Ik ben wel heel erg benieuwd. Nou, snel rennen. Hier veilig. Bij Frans in de buurt. Kom maar gauw. Nou jongens. We staan een beetje droog. Ja, alleen maar. Zo. Ook een knuffel. En ook knuffel. Ja, iedereen staat hier. Daar komt hij aan, daar komt hij aan. Ik zie de kiezelbus. Van hier bang. En daar is hij. Met Paul achter het stuur. Ja. Dames en heren, Paul Malone! Hey! Dolfje weer, Wolfje! Hartelijk welkom in de Friesenbus. Bij de bezoekers, de vrienden, mobiele telefoons en spoorwegen.
Welkom bij de gezondheids. Ik ben Olofal, P. Olofal, de bedrijfsleider. En dit wordt alleen voor jullie wel zelf vergeten. Beentjes, laat je koppen zien! Onderval, oké, deze kant op. Bijzonders, vriendes, wat de verhalen. Die kunnen niet zijn in mijn domein. Ik heb het genoeg. Bereid je voor die guilty core, de finale. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Hallo allemaal en welkom weer terug bij deze livestream van de opening van Paul Verloo, de andere werkelijkheid. En dit wilde jullie hier niet opnemen. Dolfje! Dolfje weer, Wolfje. En volgens mij... Ik zal me nog eens even omdraaien. Hallo, hallo. Volgens mij mogen wij nu naar boven en kunnen wij de tentoonstelling gaan bekijken. Dus voor de allereerste keer live hier op Facebook ik ga hem jullie laten zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ook even kijken of hier nog andere griezels rondlopen. Maar volgens mij kunnen wij gewoon lekker naar boven. Dus let's go. We mogen hier de trap op. En dit is ook wel een beetje eng, want het doet me een beetje denken aan die film Night at the Museum. En dan hoop ik niet dat er zometeen van alles ook echt gaat leven, want die griezels... Nee, ik weet dat er skeletten staan in dit museum. Liever niet dat dat allemaal tot leven komt nu. Dus ik ben benieuwd. Even wat wandelen, die trap hier. Maar we zijn er bijna. Even vol spanning. Kijk. En dan gaan we. We zijn er bijna. En dan mogen we hier naar binnen. Staat deze lieftallige jonge dame ons al op te wachten. En welkom in de andere wachtkamer. Nee, ik ben er gewoon ook even stil ervan. Kijk, daar is Paul. Dit komt dus allemaal uit zijn werkkamer. We kennen jullie al dingen, jongens. Deze ken ik bijvoorbeeld. Paulus, de boskabout. Mama, kijk, Sinterklaas. Kijk, papa, Sinterklaasman. Niet alleen buiten, echt op het plein, maar ook dus hier in de tentoonstelling. Oh, dat is hier lang, wat groot. En hier zitten er ook al een aantal achter het stuur. Papa. Naast beentjes. Ik moet voorzichtig zijn, dat zie ik wel. En dan hier stukken uit de film. Dolfje Weerwolfje, Griezelbus, Fuchsia en Meester Kikker. En dit zijn allemaal tekeningen. En volgens mij is dit de allereerste tekening van Paul Verloo zelf. En hier is het allemaal mee begonnen. Op een dag in 1977 maakte Paul Verloo een tekening van een dwerg in een boom en een boze trol. Daar moest een verhaal bij, vond hij. Nou, dus zo is het begonnen, jongens. Ja, tekening.
Hallo, hallo. Ik zie dat er steeds meer mensen bij komen. Welkom, welkom. Bioscoop. Dus als jullie de livestream nou niks vinden, dan kun je die hier. De films kijken. Oh, wat een griezels. Hier de bioscoop binnen. Oh, Dolfje weer, Wolfje. Ja, hier de griezelbus. Dit is de kamer van Dolfje. En hier staat ook al een klein Dolfje. De kleuren van de film. De tekeningen. En de kleur blauw is echt waanzinnig. Die knalt hier ook echt van het scherm. En hier een kleine weerwolf. Echt gewoon. En volgens mij... Kijk eens aan. Een kippenhok van Dolfje. En hier kun je dus ook allerlei spellen doen. Maar wat ook leuk is, kijk. Stap je hier. Ik stap voor de griezelbus in, hè. Ik kan hier dus ook gewoon lekker gaan zitten. En een boekje lezen. Want daar liggen dus ook boeken. Maar wat je dus ook kan doen, is via de bus reizen... Naar het heksenbos. Het heksenbos van Fuchsia. En hier zijn ze al druk bezig met het mixen van eigen toverdrank. En hier ook weer de spullen van de film. Waanzinnige tekeningen. Dan kun je heksensoep maken. En ook kun je eigen spreuken bedenken in het huisje van Fuchsia. En daar staat ze, Fuchsia. Kijk. En als we verder lopen door die andere werkelijkheid, dan kom je dus vanzelf in het volgende. Het klaslokaal van meester Kikker. En de kikker is er ook al. Kijk, als je nu aan het kijken naar de bromvlieg voor noodgevallen, misschien heeft hij die wel nodig. En als je nou hier bent, in het Limburgs Museum, dan moet je ook even een kijkje gaan nemen op het toilet. Ik ga het jullie nu niet laten zien, want ik wil niet alles verklappen. Maar daar zit nog een kleine verrassing. Dus ben je hier? Ik nodig je uit. Neem even een kijkje. Hebben jullie daar al gekeken? Maak maar eens open. Ga maar eens kijken. Wat zie je? Hij gaat niet helemaal open. Daar zit hij. Nou, wij lopen weer gezellig verder. Heksen, kikkers. Komt allemaal voorbij hier. En echt alleen... En daar is Dolfje. Echt alleen voor de tekeningen heb je al een hele middag nodig als je alles wil bekijken. En hier kun je rustig tekenen, zitten, spelen, lezen. Dit is de schrijfhoek. En hier kun je dus je eigen Paul van Loon verhaal schrijven. In dit schriftje. Die liggen hier. Dus als je er bent, pak er eentje. En dan mag jij Paul helpen om zijn verhaal af te maken. En nu wordt het spannend. Dus dit is niet voor de gevoelige kijkers. We gaan nu de wereld binnen van de griezelbus. Zien we al. Misschien hebben jullie het al gezien op ons YouTube kanaal, maar hier heeft Paul gisteren het allerlaatste kaartje opgeplakt. Ik moet voorzichtig zijn, maar ik wil. Allerlaatste museumstukje. Allerlaatste tekstbordje. En voor wie de boeken van de griezelbus heeft gelezen, die komt dit wel bekend voor, denk ik. Want dit zijn... de objecten, de vreemde voorwerpen van griezelbus 1. Nou jongens, het is echt heel erg mooi. Waanzinnig.
Ik ga je nog even rondkijken en ik ben dus misschien vanavond weer bij jullie terug voor de prijsuitreiking. Maar ik zou zeggen, kom vooral even langs en kijk je ogen uit. Want dit was het even heel erg kort, heel erg snel. Maar het is natuurlijk het allerleukste als je de andere werkelijkheid van Paul van Oom zelf kan ontdekken. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan voor nu alvast tot ziens. Doei! Daar zijn we weer! Dat feest gaat hier gewoon door. Worden hier gewoon dubbel gefilmd. Maar het gaat natuurlijk niet om mij.
goed bij je, kun je een handtekening laten zetten. Als je nog geen goed bij je hebt, kun je altijd eentje kopen boven de album van Paul van Loon. Kun je kopen bij de balie. En we zitten boven de sieren. Ja. Zeg maar daar waar je op je kaartje komt, dan kun je komen. Nou, lieve mensen, avond hier gaat nog wel eventjes door. Paul gaat signeren. Dolfje die knuffelt er hier nog op los samen met Fuchsia. Ik wil jullie heel erg bedanken voor iedereen die hier is geweest, maar ook jullie allemaal die hebben gekeken naar onze allereerste livestream. Het was even een uitdaging, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Heel erg bedankt. Ik wens jullie een fijne avond nog. En ben je nu nieuwsgierig geworden, kom dan zeker even kijken hier in het Limburgs Museum naar de tentoonstelling Paul van Loon, andere werkelijkheid. Slaap lekker!